Ja, inmiddels aangeschoven Klaas Dijkhoff. We mogen Klaas zeggen, hebben we net al even gehoord. Hoe is het op je zondagmiddag? Ja, best goed. Beetje voetballoos. Ja? Er zijn toch veel competities die ik minder interessant vind dan ik vooraf dacht. Precies. Jij geeft vooral om jouw PSV, mogen we wel zeggen. Hey, maar voordat we daarover gaan hebben, luister je wel eens naar de derde helft podcast? Ja, zeker. Dat is eigenlijk toevallig. Ik ben wel benieuwd. Goede antwoord. Niet doorvragen. Quit while you're ahead, zou ik zeggen. Nee, ja, ik ga gewoon alle voetbalpodcasts van alles wat luisteren. En jullie zijn wel overgebleven. Dus ik vind het leuk genoeg om te blijven luisteren. Die van de NBA luister ik ook. Maar dat is meer alsof je naar een ruzie op een redactie luistert vaak. Ja. Maar goed, die zijn wel informatief. En het AD was ermee gestopt. Oh, dus... die zijn wel informatief. Ja. Nee, is ook zo. Hebben die het gewoon vaker over mij dan jullie. Dus daarom luister ik. Oké. We zoeken nog een sponsor. Dus, ja. Jij bent fan van PSV, maar je komt uit Breda. En wij zetten altijd een vraag uit op Twitter van wat wil je weten van Klaas Dijkhoff. En Ferry de Bond die wil weten, waarom ben je niet gewoon vernak? Ja, ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven. Dus ik ben in mijn 20ste ongeveer ben ik naar Breda verhuisd. Dus ja, ik kom uit Eindhoven, mijn familie komt uit Eindhoven. Dus daar ben ik ook op middelbare school, heb ik daar gezeten en heb ik seizoenkaart gekocht. En ene opa was voor PSV, mijn andere opa was voor Eindhoven. Die werkte dan wel weer bij Philips, maar dan wordt het ingewikkeld. dus ik ben wel naar Breda verhuisd. En NAC is natuurlijk een prachtige club. Ik wil eigenlijk gewoon PSV en dan met de fanatieke supporters van... de fanatieke supporters van PSV zijn ook fanatiek. Maar het sfeertje, het hele stadion bij NAC... dan lijkt het wel alsof de hele tribune vol zit met fanatieke supporters. Dat doen ze wel heel goed. Verder wordt die club alleen dramatisch geleid meestal. Ja. Welke lichting van PSV werd jij fan van? Sorry, welke? Welke lichting? Wat waren de eerste spelers die jij leerde kennen van PSV? Romario en dat tijdperk was net iets te jong. Dus dat kijk je wel mee, omdat heel je familie het geweldig vindt. En dan juich je ook mee. Maar ja, ik was 7 toen in 88 die cup wonnen. Dus toen Ronaldo speelde toen ik voor het eerst in het stadion kwam. Dus dat was wel, dat was wel bijzonder. Maar het is eigenlijk vooral Niels. Ja? Ja. Dat is echt is dat nog steeds jouw grootste PSV-held? Ja. Echt als hij die man nooit aanhoudt, terwijl hij een mes in zijn handen heeft en bloed aan zijn vingers, dan zal ik nog zeggen dat hij onschuldig is. die kan niks fout doen. Ik zo'n mooie vent. Oh, wat heerlijk. En van de huidige selectie, wat is de grote man? Ik vind Dumfries wel mooi. Die vent, die blijft maar gaan. En ik vind dat hij lekker zo na de wedstrijd onbehouden blijft. Want het is een slimme altijd vent, maar hij zit nog vol adrenaline. Dus dan knalt hij er altijd wel in, ook bij de pers. En niet dat hij alleen maar die 3 standaard zinnen heeft waar je mee je niks zegt. Ja. Hey, Klaas, ik denk dat de meeste luisteraars jou natuurlijk kennen als fractievoorzitter van de VVD. Maar je bent ook de winnaar van de slimste mens geweest in 2017. En onlangs veroverde je de titel de leukste politicus op social media. En nu zit je hier. Voor alle 3 dingen gefeliciteerd. Maar je lijkt... Ja, precies. Je lijkt het mediaspel wel goed te begrijpen. Iets wat, waar voetballers wat vaker moeite mee hebben. Maar hoe belangrijk is het om je ook buiten je politiek werk te profileren in de media voor jou? Ja, het moet wel een beetje bij je passen. Ik bedoel, het profileren hoort erbij. Maar je moet wel een beetje in de gaten houden dat je zelf bewaakt hoe ver het gaat. Dus ik ga niet te veel, probeer mijn dochters niet te veel op Instagram te zetten. Zijn 1 en 3 voordat jullie grappen gaan maken. Dat zou ik nooit doen. Snijder was onderweg om iets te gaan zeggen. Nee, ik ben gewoon heel blij dat Tim er niet is. Ja, dat is verstandig. Nee, dus het is wel belangrijk, maar het moet wel leuk zijn. En het nadeel is dan, als ik bijvoorbeeld over PSV praat, dan krijg je altijd mensen reageren, dat doet hij even van politieke net te doen alsof die gewoon is. Terwijl ik denk, ik zit al vanaf mijn 15. Ik kan het ook niet helpen. Ik ben later gek werk gaan doen. Moet ik dan niet meer naar het stadion gaan omdat ik in de politiek zit? Vind ik ook een beetje raar. Maar goed, meningen hebben mensen toch. Dus kunnen ze maar beter een mening hebben over iets waar ik zelf lol aan had. Ja, dat is waar. Ja, over meningen gesproken. Jij had ook een mening. Wat de afgelopen maanden zeker met de KNVB en het voetbal heel erg in het nieuws was.
Ik denk dat ik citeer, maar ik weet niet zeker. Dan sta je achteraan de rij, was de quote die alle headlines haalde. Mm-hmm. Op het moment dat de KNVB zei dat de schulden in de 400 miljoen liepen. Maar dat ze eigenlijk nog geen plan hadden geschreven hoe ze die schulden zouden dichten. Dat zei je op 8 mei 2020. Op 11 mei heb jij volgens mij contact gehad met een soort politieinterview. Ja, waar was je op 30 mei? Ja, maar even later heb je wel met Gudde contact gehad over die uitspraak van hem. Het schijnt dat de Zoom-sessie van Gudde met alle clubs over promotiedegradatie ongeveer 6 minuten duurde. Was jouw gesprek met hem langer? Ja, dat was langer, ja. Ja, nee, op zich vond ik het wel vaak als je mening geeft, is de eerste reactie van mensen om heel verdedigend te reageren. Op zich vond ik het wel slim dat ze meteen draaiden naar, we zien dit als een handreiking. En dacht ik, oh ja, dan moet ik op gaan passen. maar op zich hadden ze het na een tijdje wel door en ook vrij snel wel door dat ze iets moesten doen. En dat je plannen moet maken. Weet je, iedere kroegbaas die moet intekenen hoe die op 1,5 meter zijn tafeltjes zet en hoe het dan veilig is. En het voetbal leek heel lang gewoon zonder plan te komen, vooral een ruzie. Ja, en als een sector bij de belastingbetaler aanklopt en zegt, ja, we hebben er niet zo goed over nagedacht en weten ook eigenlijk niet wat we zelf kunnen leveren, maar kunnen jullie vast wat euro's gaan zoeken? Ja, dat werkt nooit. En als je helemaal pech hebt, dan gaan wij in de politiek, gaan we in de Tweede Kamer regels verzinnen. Dan krijg je van die regels als dat het op het open net moet. Nou, kun je contact met Fox bijvoorbeeld ook in de prullenbak gooien. Wordt het nog duurder. Ja. Dus als je niet zingen in het stadion, dat ook zo'n regel kunnen zijn. Niet zingen in het stadion, ja, precies. Ja. Krijg je dat, heel veilig. Dat is wel heel veilig. Heb je in aanloop naar zo'n gesprek met Gudde dan ook even contact met PSV? Hoe zo'n grote club erin staat? Of loopt dat helemaal, is dat helemaal los van elkaar? Nee, met meerdere. Ja, ik heb zelf contact gehad met PSV, maar bij ons in de fractie hebben mensen ook wel contact gelegd met andere partijen. Of in ieder geval laten weten van, joh, dit gooien wij morgen. Dit, nou, gooien we online klinkt zo onerbiedig, maar dit is onze mening. En dan weet je het vast. En als we iets heel geks zeggen, laat het dan weten. Maar ja, ik ga dat niet afstemmen. Maar ik laat het wel even weten aan mensen die, ja, als je ze toch kent, vind ik het wel netjes. En die clubs konden daarmee leven? Ja, nou, ze zijn daarna bij elkaar gaan zitten. Ik bedoel, ze hebben ook. Belangrijk vind ik ook dat ze aan hebben gegeven dat de grotere vier clubs, de rijkere vier, waar je ook meer spelers hebt die salarissen verdienen, waar de meeste belastingbetalers die ze nooit zullen hebben, dat die hebben gezegd, ja, mocht er een steunpakket komen of leningen, dan als het directe steun is, zullen wij er niet aan meedoen. Ja, dat scheelt al voor heel veel discussies. En dat zijn ook van die dingen die je Nicole aangeeft, van ja, je kunt niet, een club kan niet steun aanvragen en dan de week daarna een topspeler presenteren die bakken met geld verdient. Ja, dat gaan mensen gewoon niet volgen en terecht. Ja, en uiteindelijk na een aantal weken kwamen ze wel met een soort master delta plan, werd het benoemd. Waar uiteindelijk volgens mij 260 miljoen voor eigen rekening kwam van de KNVB, de Eredivisie en de clubs. En dan eventueel 140 miljoen voor de rekening van de belastingbetaler, zoals jij dat zegt. Dat kon uiteindelijk wel jullie goedkeuring wegdragen, toch? Dat is wel, het is met wel een soort van gejuich ontvangen. De vraag is daarna of het evenwichtig is dat we gaan kijken. Of het meteen een steun is die een gift is. Of dat je zegt, nou, laten we met leningen beginnen en dan kijken hoe het loopt. En dat je ook moet laten zien dat je alles geprobeerd hebt op een andere manier jezelf overeind te houden. Want je moet het dan wegen net zoals we dat bij andere bedrijven doen. En de meeste clubs krijgen nu al maandenlang, en dat is ook volkomen terecht, ook de steun die andere bedrijven ook kunnen hebben. Dat je 90% van je salariskosten, dat de overheid daarin bijspringt. Dat soort zaken, dat daar maken clubs nu ook al gebruik van. Dat is ook goed. Hoe sta jij, zoals die regels die nu dan worden rondom het bezoeken van wedstrijden worden voorgesteld. Kijk jij daar dan, als je dat hoort, hè, ben je dan eerst voetbalsupporter of ben je eerst politicus? Want dat hele stil zijn in het stadion, als jij dat hoort, dan denk je toch als voetbalfan, huh? Ja, klopt. Kijk, je weet wat erachter zit. En het makkelijkste was geweest als het kabinet had gezegd, nou, gewoon geen publiek. Ja. Dan kan er ook niemand besmet raken. En dan gaan die clubs vragen van, ja, maar dat is wel, de sfeer is weg. En het is ook niet leuk voor die seizoenkaarthouders. Die hebben het allemaal verlengd. Ja, dan zeg je, ja, kan het met publiek? Ja, dat kan. Je kunt 10% binnenlaten misschien. Of meer binnenlaten, maar dan heb je weer grotere risico's en dan moet je eigenlijk weer niet zingen. En dat is natuurlijk best wel raar, maar er zijn er best veel mensen in het stadion die niet aan het zingen zijn. Maar het lijkt me ook niet verstandig dat het kabinet zegt alleen de fanatieke supporters moeten thuis blijven. Dat lijkt me ook niet goed voor de sfeer.
Nee, maar we hadden het er net over. Gaat het niet ontzettend lastig worden om dit te handhaven? Ja, maar we maken al maanden eigenlijk niet regels met het oog op kun je ze makkelijk handhaven. Want dan zou je veel meer moeten beperken. Dus we geven eigenlijk aan, nou ja, als je wat is er veilig is de vraag. Nou, veilig is op afstand en niet zingen en niet schreeuwen en niet spugen. Ja. Dat is veilig. Ja, verder is het dan aan clubs en supporters om te kijken hoe we daar verantwoordelijk mee omgaan. Het kan ook zijn dat de supporters zeggen, nou, daar geloof ik niet in, dus ik blijf thuis. Ja, dat kan ook. Net zoals nu bij de horeca geven we ook aan wat is veilig. En moeten mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen om dat in te richten of ze elkaar erop aanspreekt of niet. Maar bij de horeca's hangen er wel boetes aan vast. In ieder geval, ik heb een artikel gelezen dat in Amsterdam wel het een en ander is uitgeschreven. Is dat voor een fan of een club ook zo? Als er iemand wel per ongeluk doet? Als er massale spreekoren zijn en clubs doen daar niks aan. En mensen gaan bijvoorbeeld toch, iedereen komt net binnen, gaat keurig op 1,5 meter op zijn stoeltje zitten. Maar kruipen toch naar elkaar toe om weer één vak te vormen. Ja, dan zal er ingegrepen moeten worden, ook door de club. Want dan is het niet meer verantwoordelijk of niet meer verantwoord om dat soort dingen te publiek bij de wedstrijden toe te laten. En er zijn natuurlijk heel veel ideeën geweest de afgelopen maanden. En dit idee natuurlijk zit er iets aan wat moeilijk voor te stellen is. Maar alle andere varianten waren nog beperkender. Daar kon je er helemaal niet bij zijn. Dus ja, je moet in de praktijk kijken hoe het loopt en wat er veilig is. Massale spreekoren. En dan toch weer dichter bij elkaar gaan staan. Bij AZ hebben ze geloof van die klappers. Oh man. Ik vind het ook, ja. Nou, ik ben benieuwd of je zelf stil blijft bij de 1-0 van Malen in de 90ste minuut. Ja, ik kan wel redelijk. Ik heb mezelf de afgelopen jaren wel geleerd om wat ingetogener te zijn dan daarvoor. Er zijn wel spreekwoorden die ik niet meer meezing ook. Ik hou er toch rekening mee dat er gewoon. Ik bedoel, het is echt niet zo dat er mensen bezig zijn met mij de hele tijd filmen. Maar er hangen gewoon overal camera's. Dus het is altijd terug te zoeken. Ja. Die ene minuut dat ik iets geks doe. Over dat fanschap als een politicus. Je hebt nog wel eens het voetbal vergeleken met de politiek. Dat er 17 miljoen meningen zijn die niet altijd terecht zijn. Zou je liever in de voetballerij werken of liever in de politiek? Zou je een functie bij PSV ambiëren? Nou, ik zou het wel mooi vinden ooit, maar dan moeten anderen eerst oordelen of je er geschikt voor bent. Maar het is niet dat ik denk, die wereld zou ik niet in willen. Er zitten wel overeenkomsten in, natuurlijk ook best veel verschillen. Ik denk dat de salarissen iets hoger zijn in het voetbal. Wie droomt er nou niet? Kijk, je kunt niet heel veel manieren kun je die schaal ooit in je handen hebben. Ja, voetballer zijn. Als Dumfries weggaat, ik zie het zomaar voor me, hoor. Nee, dat zie je onderrug nummer 22. Maar we kregen ook een vraag van een luisteraar, van Bertiel Korf. Hij wil weten of je liever minister-president wordt of liever voorzitter van BSV. Dan doe maar PSV. Dan doe maar PSV. Prima keuze. Met deze vragen, ja, weet je. Zo werken die dingen niet. Hoe zit het eigenlijk als we toch het voetbal en de politiek aan het vergelijken zijn? Welke positie, voetbalwise, bekleed jij nu binnen de VVD? Is dan Mark Rutte aanvoerder en spelverdeler en jij de coach? Of is Rutte de spits die al jouw voorzetten inkopt? Hoe zou jij dat vergelijken? Ik ben een beetje de Luc Nielis van de partij. Jij legt ze allemaal op de doellijn en dan hoeft er maar helemaal in te lopen. Ja, er is altijd een andere die meer aandacht trekt en terecht. Vanaf van die story is of maakt allemaal niet uit. En nog even iets wat misschien ook wel in de politiek best wel interessant kan zijn. Hoe kijk je aan als fan tegen de Beneliga? Ja, ik ben er eigenlijk wel een voorstander van. Maar dat was ik eigenlijk al toen Harry Verheij erover begon. Misschien ook omdat iedereen, de rest van Nederland, meteen tegen inging. Dacht ik, blijf van Harry af. ik hoor best veel mensen zeggen van dat ze er geen gevoel bij hebben. Maar ik heb dan wel weer gevoel, wedstrijd tegen Anderlecht. In de Europese band wel eens tegengespeeld. Ja, nu woon ik in Breda, dus eigenlijk nog dichter bij België. Ook cultureel. Ik wil net zeggen. We gaan denk ik vaker mensen naar Breda naar Antwerpen dan naar Rotterdam. Dus op zich, ik kan wel voorstellen als je in Heerenveen woont en je bent fan van Heerenveen. Dat het dan anders voelt als je in één keer tegen club moet spelen of tegen cerkelen of tegen Anderlecht. Maar ik vind het, ik denk dat de wedstrijden er spannender van worden. Ik bedoel, de kans dat je kampioen wordt er niet groter op. Dus dat is dan weer het. Was al niet heel groot. Twee jaar geleden nog. Dit jaar hebben we geen kampioen. Dus zou het goed zijn voor het Nederlandse voetbal, denk je? Als we bovenaan hadden gestaan. Ja, zeker. Keer op mijn pieken.
voor Nederlands voetbal. Ik denk uiteindelijk, als je, ja, ligt eraan wat je wil. Nederlands voetbal, dan moet je eerst bepalen wat je er zo mooi aan vindt. En als jij er mooi aan vindt dat het onze clubs en onze tenues zijn en onze derbies. Ja, dan moet je het niet doen. Dan moet je Nederlands voetbal gewoon laten. Maar dan moet je niet gaan piepen dat we Europees niet verder komen. Dan moet je gewoon accepteren dat we een prachtige onderlinge competitie hebben. En een kweekvijver. En dat er nog eens talenten die ooit grote voetballers worden misschien hier gespeeld hebben. Maar dan moet je niet verwachten dat we nog echt meedoen Europees. Dan moet je wel opschalen, denk ik. En dan zou zo'n Beneliga kunnen helpen. En heeft jouw voorkeur dan opschalen en toch proberen mee te doen met Europa? Of heeft jouw voorkeur PSV? Ja, maar dat is wel PSV-fan ingegeven. Ja, ja, precies. Voor de Brabantse clubs is het sowieso gewoon veel fijner, toch? Reiskostenvermindering? Nou ja, je zit echt wel in het hart van alles. Als je als Groningen-fan even naar een uitwedstrijdje in Luik moet. Ja, dat Luik is al niet heel gezellig. Ja, dat klopt. Ja. Ik was wel benieuwd nog. Ja, ja, want toen met die... er was op de deur dat die transfer van Diemers naar Groningen bijna rond was. Oh ja. En dat was in diezelfde week dat Groningen ook afscheid nam van 18 medewerkers bij de club. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want het zijn natuurlijk wel echt twee verschillende potjes. En je bent een voetbalclub, dus het moet op het veld staan, het kapitaal. Maar het is wel wrang. Ja. Dat is zeker wrang. Dus de vraag is, kun je het aan die mensen goed uitleggen? Kijk, bij Twente is het iets makkelijker uit te leggen als je 8 spelers hebt en 4 keepers. Dan kun je nog niet op het veld. Het ligt wel een beetje aan hoeveel geld je uitgeeft ook aan een speler. Ik bedoel, het heeft ook geen zin om mensen om te zeggen, nou ja, dan halen we het maar van het veld af. En dan volgend jaar degradeer je. En dan moeten er in plaats van 18 misschien 25 mensen ontslagen worden. Dus het is gewoon heel zuur. Nou, hebben ze Robben, die doet het voor niks, denk ik. Dus dat is dan weer mooi. Ja, daar hebben ze al tonnen winst op gemaakt, denk ik, op seizoenskaart. Ja, precies. Ja, dus misschien kunnen er minder dan 18 weg. Maar ja, dit is gewoon heel... Ze kunnen er nu weer 4 blij op. Ja, dat weet ik niet. Maar ik weet niet, ik kan niet in die bedrijfsvoering kijken. Dus je kunt niet kijken hoe ver er misschien iemand nieuw binnenkomt. Of nou, ik geloof niet dat daar veel nieuw management is. Maar dat je zegt, nou, dit was eigenlijk al niet zo verstandig. Of dat je echt harde keuzes maakt. Mm-hmm. Maar ja, het alternatief is dat er een geldschieter komt of zo, ja. Maar zoiets is niet onderdeel van dan zo'n eventueel noodplan vanuit de overheid. Dat er dan wordt gezegd van, oh, dan mogen jullie wel maar zoveel bijvoorbeeld uitgeven aan transfersommen. Ja, ik denk wel dat daar, als je bijvoorbeeld echt aanspraak maakt op overheidsgeld, dat het dan wel verstandig is dat de club zelf al een aanbod doen. Dat bijvoorbeeld bij een uitgaande transfer een deel daarvan in het aflossen van je lening gaat. En natuurlijk, als je 2 spelers verkoopt voor elke 10 miljoen... dan snap ik ook dat je niet 20 aflost en dan maar jeugdspeler laat komen. Dat je natuurlijk ook spelers terug moet halen. Maar het zou wel verstandig zijn als je dan zelf wel aanbiedt om een percentage, 20-30% of zo, te zeggen, nou, dat sowieso aflossen. En de rest kan in spelers. Dat je wel laat zien dat je snapt dat de belastingbetaler, dat je daar nu van afhankelijk bent. En als clubs een soort vrede van Feyenoord, maar dan in het heel groot. Ja, maar dan voor de hele land, ja. Gewoon voor de vrede van de Eredivisie. En als er een club van het land dat niet wil, dat kan ook. Dan moet je het gewoon of versneld die lening aflossen of geen lening aangaan. Als er een buitenlandse investeerder komt. Ja, je kunt niet, die kan niet meer dan de helft van de aandelen over gaan nemen. Als er net een hoop overheidsgeld in zit, dan lost hij dat eerst maar af. Of hij kan geen grote aandeelhouder worden. Of zij, dat kan ook. Nog heel even terug naar Robben, Klaas. Wrang of mooi? Nee, het is op zich wel... Ja, vandaag, ik hoorde het gisteren, dus ik vind het vandaag mooi. Maar gisteren dacht ik wel, ja. Had het een jaar eerder gedaan. Sowieso ook voor Groningen. Ook als je voor Groningen kiest, was het een jaar eerder mooi. Ik hoop gewoon dat het lukt, dat hij fit wordt. Ja. Het is fysiek niet. Het is geen Michael Jordan, hè, die waarvan je denkt die komt van een half jaar vakantie en dan staat hij er meteen weer. Dus ik hoop dat het goed gaat. En hij heeft natuurlijk, ja, hij zal het erg missen. Ja, dat is dat zal er ook achter zitten. Hij is vorig jaar gestopt. Heel even kort, we hebben het hier net ook over gehad. De meningen waren verdeeld. Wat zegt jouw gevoel? Gaat hij het daar redden en halen, of wordt het een afvalai-achtig tafereel? Ja, hij gaat wel wat wedstrijden spelen. En weet je, iedere mooie actie is er 1 extra, is bonus. En hij zal ook echt wel in bepaalde wedstrijden zijn doelpunten kunnen meepikken.
Dus ik denk wel dat hij wat kan laten zien. Maar ik denk, ja, zeer politiek correct. Ja, maar politiek ook niet. Maar ik hoop het ook wel. Ik gun het hem wel. Ja, hij is en zeker hij zal die spelers moeten... Maar je kunt niet verwachten dat je zo'n elftal aan hem ophangt... en dat het dan... het zal geen Van Persie-achtig succes worden, denk ik. Dat had hij vorig jaar moeten komen. Ja. Hey, en deze week, ik zag enorme koppen met, nog net niet, Klaas Dijkhoff mengt zich in VI-ruzie. Maar ja. Kijk, de kwaliteitsmedia zoals de Telegraaf hangen. VI-ruzie escaleert door Dijkhoff. Ja, ja, ja. En het Koninklijk Huis, hè, dat zat er ook bij. Oh, ja. Ja, dit soort dingen nooit alleen. Maar je hebt gewoon alleen Wilfred Genee een appje gestuurd, toch? Met, ja, ik met had sterkte. Of, ik ben wel eens in programma's geweest die jij presenteert. En dan wist hij nummers uit. En dan denk ik, ja, zij zaten echt in een enorme shitstorm. En wat je ook vindt van die uitspraken. Hoe iedereen over je heen valt, is altijd buiten proportie. En het is gewoon een mooi programma. Ik zou gewoon hopen dat het doorgaat. Als het niet is, ja, dan moeten jullie op tv. Dat is ook niet goed voor iedereen. Ja, kan je misschien ook even appen. Ik ben nu verzoening naar de kapper geweest. Dus maar je luistert wel eens, toch? Dus je weet dat we een lookalike hebben. Want dit was mijn geniale bruggetje naar de lookalike. Dus Titus gaat even een jingle instarten. Want behalve VI en de derde helft... Ik weet niet of je überhaupt nog tijd over hebt om iets anders te doen. Heb je ook wel eens Prison Break gezien? Ja, dat is lang geleden. Ja, maar er zat dus een oude... Johan Derksen speelde daarin. Oh, oké. Okay. Ik zal je morgen op onze social media, want hij is namelijk Charles Westmoreland. Die zat in seizoen 1, speelde Johan Derksen gewoon. Dus ik denk nu dat onderling de gedachte van Johan is, ik wil weer terug naar Hollywood. terug de prison in. Terug de prison in. Nou, voor sommige mensen misschien. Grollo is toch het Hollywood van Nederland. Dus dat... Ja, zeker. Hollywood, ja, precies. Grollywood. Daar worden echt alleen maar budgetfilms opgenomen.